Welkom aan boord van Drifter 22 Dulce Bella. En wij nemen u mee naar de verre en voornamelijk koele Orkney-eilanden. En in beeld ziet u over bakboord, coasterpapier met helmspan Frank en schipper Peter. Frank is net de trotse eigenaar van een nieuwe coaster geworden. Nou ja, nieuw, zo goed als nieuw, 10 jaar oud. Dat is bijna nieuw voor een coaster. En hij is hier wat ervaring aan het opdoen. En wij zijn hier in de E-Day Sound. De E-Day Sound, dat is een diep gat tussen E-Day en Sunday. En wij varen nu net, even kijken, oost van het Cave of E-Day. En ja, dat ziet u eigenlijk op de achtergrond. En nog verder, of nee, even in de voorgrond, daar achter de coaster, daar zit u daar nog wat interessante, net opduikende skerries. Waar de coasterbatier net een paar pollaks binnengesleept heeft. Ik weet niet of u nu getuige gaat zijn van de volgende vangst. En volgens mij is het helaas de blinker die u daar ziet binnenkomen. Of zitten er nog wat dieren aan? Eventjes meekijken. Hij gaat door met het binnenhalen. Nee, helaas. Of wel? Nee. Ja, even wat nieuwe pieren aanzetten. Maar ik zal u hier niet mee vermoeien, want we gaan zelf ook. Oh, daar zijn wat andere mensen aan het vissen. En dat zijn een aantal pollen waar meestal die enorme lange lijnen aan hangen. En ik denk, je gaat het even vermijden. Ik weet niet of je ze ziet. Nou, ik wel. We gaan even wat doen. Dit was Drifter 22 Lucibella. Drifter 22 Lucibella. Uit